Fluisteren, Jacco wil vertellen. Er is mij als Kees verse voorzitter gevraagd om enige woorden tot jullie en tot Twan te richten. Er was iemand die heeft gezegd dat ze bij deze club echt fietscross ademen zelfs. Maar als er iemand is die fietscross ademt volgens mij, dan is het onze Twan. Ik weet niet of dat iemand van jullie hem wel eens op de startbord heeft zien staan en dan naar zijn ogen gekeken hebt. Ik heb het idee dat je daar echt niet voor moet gestaan hebt. Wat ook wel mooi is om te zien dat hij hier wel eens een wedstrijd gereden heeft en dan van de startbord afkomt, even flink gang maakt, vervolgens niet meer trapt en dan toch de wedstrijd wint. Dat is ook wel mooi om te zien. We zijn er dus ook trots op dat Twan bij deze club zit en dat hij een behoorlijke prestatie geleverd heeft met het behalen van de zilveren medaille op de Jeugd Olympische Spelen. En de derde plaats op de WK junioren. En als Twan in het vervolg tijd heeft om hem nu erelid te maken van de club. Als hij dan tijd en zin heeft om een keer zijn neus hier te laten zien, dat het toch wel een behoorlijke inspiratie is op onze kleine toekomstige kampioen. Ik heb hier een bosje bloemen en een oorbom. Ik had wel een andere tip. Dit houden we niet uit. Gewoon hier de licentie. De basislicentie. Ik kan het niet meer verpakken. Dat is heel mooi. Heel erg bedankt. Graag gedaan. Ja. Voor de rest, de meeste mensen zitten hier nog niet vanaf het begin dat ik hier zat. Maar de rest, de laatste jaren in ieder geval, alles is heel erg mooi opgepikt. De baan heeft elke keer goed strak bij. En daardoor kunnen de jonge kinderen ook leren hoe het moet gebeuren eigenlijk. Dus ik hoop dat iedereen ook heel erg zijn best gaat doen in de komende jaren. En dan misschien dat ze daar ook een pakje aan hebben. Mooie woorden, Tom.